En Als een Ezel is een merk wat wij een jaar of 10 terug hebben gestart. Met vooral interieurmeubelen die bedoeld zijn voor een brede groep klanten. Die houden van comfort, die houden van gezelligheid, die houden van kwaliteit. Maar belangrijk is ook, die houden ook van betaalbaarheid. We moeten natuurlijk ook inspiratie opdoen, daarom reizen we ook heel veel. Doen we veel culturen op en vanuit die culturen die kunnen we ook omzetten in mooie meubelen. We proberen de klanten heel veel ideeën over te brengen. En dan kun je dat natuurlijk op allerlei mogelijke manieren doen. Maar de allerbelangrijkste is toch wel dat de klant naar de winkel gaat waar wij huiskamers nabouwen met allerlei producten van Henderson Ezel die dusdanig gecombineerd worden dat de klant die thuis mee kan nemen en eventueel ook thuis zo kan verwerken. Henderson Ezel staat eigenlijk voor het woonmodehuis, waarbij we verschillende collecties samenbrengen, waarbij je een goed beeld krijgt hoe dat thuis ook zou willen. Het fijne is dat het een totaal concept is, dat het eigenlijk volledig in de winkel helemaal aangekleed is en dat je zelf heel veel kunt spelen met mogelijkheden. We bevinden ons in een van de mooie ruimtes van Henderson Ezel, waar wij verschillende trainingen ingeven, sales trainingen. Heel mooi dat Henderson Ezel de dealers, de mensen in de winkel uitnodigt om die trainingen te volgen. En wat we dus onder andere doen in die dagen is de mensen in de winkel, de verkoper, dus ook bewust te maken van op het moment dat die klant binnenkomt, hoe begroet je die klant, maar maak je ook echt contact? Ben je er ook echt voor die klant? Eigenlijk zijn we wel een beetje heel erg trots, want we zijn als eerste Henderson Ezel vestiging geopend in Friesland. Dat is ongeveer 10 jaar geleden. En sindsdien zijn we enorm blij met het concept. Een concept als Henderson Ezel voor elkaar krijgen gaat natuurlijk niet zomaar. Daar hebben we in Nederland 250 vaste medewerkers voor. Die er dag en nacht zich uitsloven om ieder product of iedere kwaliteit voor elkaar te krijgen. Dus vanuit de kwaliteit moeten we natuurlijk ook vooral denken aan stoffen. We moeten vooral zorgen dat die stoffen heel duurzaam zijn. In de buitenlanden waar we al onze kwaliteitsvestigingen hebben, zijn we ook met meer dan 100 mensen werkzaam. Die waarborgen dat ieder stoeltje, ieder schroefje in de juiste kwaliteit op het juiste tijdstip aangeleverd wordt. Bij ieder meubel hoort ook een paspoort waarin vermeld staat waar de goederen aan moeten voldoen, hoe ze onderhouden moeten worden. Dus het is allemaal klaar en duidelijk wat we van onze meubelen verwachten en ook wat de klant kan verwachten van onze meubelen. De rol van de logistiek is van heel groot belang, omdat wij ervoor moeten zorgen dat alle goederen snel en betrouwbaar in de juiste kwaliteit bij onze Europese klant terechtkomt. 30 vrachtwagens met gemiddeld 450 afleveradressen worden per dag met Henderson Ezel producten uitgeleverd. Europa-wijd. Donc on est parti d'un concept en se disant on va faire comme un cabinet d'architecte, un cabinet de conseil au rez-de-chaussée. Donc les journalistes vont arriver dans ce cabinet et elles vont se dire bah, on peut créer nos meubles, on peut voir la matière et après en fait à l'étage, quand les journalistes vont monter l'escalier, elles vont arriver dans ce lieu magique et magnifique et elles vont vraiment découvrir la beauté des meubles. Alors nous sommes venus voir le showroom dans la galerie Slot. Ça fait maintenant 8 ans que nous sommes HH en France. Nous avons 3 magasins et c'est vraiment une marque qu'on adore. Et quand on voit la progression et les moyens qu'ils mettent pour se faire connaître, pour le design, c'est vraiment magnifique. Et on voulait vraiment être à côté d'eux pour cet événement qui est important. Die beste Idee war eigentlich vor etwa 2 Jahren, ihr Konzept hier umzusetzen in Räumen, wie man wirklich wohnt. Die Nähe zu Holland ist einfach so, dass viele Kunden auch in ihrer Freizeit, im Urlaub und dergleichen, durchaus in Holland unterwegs sind und dort auch diese Lebensart, diesen Stil sehen und ihn hier umsetzen wollen. Und das ist auch der große Vorteil von Henderson Ezel. Wir bieten hier ein komplettes Angebot vom Möbel, vom Kastenmöbel, über das Sitzmöbel bis hin zur Dekoration. Ze luisteren naar de klant en ze doen er ook wat mee. Ze pakken steeds ieder dingetje wat ze horen op de markt, pakken ze op, nemen ze mee, gaan ze gelijk mee. Heel actief, heel positief en dat onderscheidt hun van de andere concepten in de meubelmarkt.
Henders en Hezel is heel trots dat we na de eerste 10 jaar onze voetsporen verdiend hebben in de Benelux. En dat we nu de uitbreiding gaan zoeken in Frankrijk en Duitsland, waar we nog heel veel potentie voor handen hebben. Dat gaan we doen door ons verder te focussen op die beide markten. Die beide markten zijn beide zeer groot, groter nog dan de Benelux, maar hebben beide hun specifiekheden nodig. Daar moeten wij voor zorgen, daar moeten wij als Nederlanders ook voor bekwaam zijn, want wij zijn gewend om flexibel te zijn, om ons aan te passen aan die markten. En dat moet ons zowel in Frankrijk als in Duitsland lukken.